Vanavond is het zover. Dan zijn de Zapp Awards. En natuurlijk willen wij met Brugklas de Zapp Award voor favoriete jeugdprogramma bieden. Maar we willen jullie ook backstage meenemen. Dus als je een vraag hebt, laat het weten. Goedendag dames en heren. Vandaag ben ik met Jip in de Vissers. Het is hier nog een beetje. Nou, we gaan vertellen over onze blooper. Jip, vertel. Nou, wij hebben een hele leuke blooper meegemaakt. Namelijk Dami. Namelijk Jip. Dat we bij de trap waren en toen... Nou, we gingen bij seizoen 9 gingen we die beginshots opnemen. We waren bij die grote trap. En toen had Jip het geweldige idee om rug te springen. Nou, deed hij dat op de file van de trap. Hoe is het om in brugklas te spelen? Superleuk. Hoe is het om in brugklas te spelen? Echt geweldig. Ik hou van de fans. Echt het investeren. Het is allemaal echt leuk. Ja, en de gezelligheid is echt top. Heel top. Om 7:50 en vergeet natuurlijk niet te stemmen, want het kan nog en kunnen we winnen en de prijs gewoon meenemen. Want dan is het een nog specialere avond, dus vergeet niet te stemmen. Nou, eigenlijk heb ik alleen mascara op, omdat het gewoon ja, lekker natuurlijk en zo is. Maar af en toe als ik een pukkeltje had, dan deed ik wel een beetje concealer op. Hoi. Ik ben ongeveer 8 jaar geleden begonnen met vierrennen en ik heb het toen gewoon elke dag gedaan met vrienden en gewoon straat, maar wel veilig natuurlijk. En ja, daardoor heb ik het gewoon heel erg goed geleerd, denk ik. Als ik een tekst leer, dan markeer ik de tekst meestal eerst. Daarna neem ik hem echt 100 keer door, ook met de spiegel voor me. En soms bel ik nog met andere castgenoten om even de scène samen te doen. Ja, dames en heren, zoals je ziet heb ik een hele mooie zender die zeg maar, zo gaat en het zit helemaal achter mijn hoofd weg. Zijn er, de klaskast. Daar gingen we met een deel van de kast heen. Dat was super gaaf en heel mooi weer. En ik zou eigenlijk dus gewoon weer terug willen. Dit is de allerlaatste kans van de Zapp Awards. Dit is de laatste keer dat jullie